is, dat laat ik nu even in het midden voor u. Het leek in oktober vorig jaar bijna in de sterren geschreven te staan dat de film rond de beruchte discotheek Zillion een succes zou worden. Maar dat dik een half jaar na de première het bezoekersaantal meer dan 700.000 zou aantikken, had ook de kleine van meisjes zelf nooit durven dromen. Frank Verstraeten is dan ook bijzonder fier wanneer ik hem tref in zijn thuisbasis Buggenhout, waar hij ons zeer exclusief ontvangt voor een interview met de camera erbij. 750.000 tickets voor een film. Nee, dus dat hadden we nog niet zien aankomen. We krijgen de nummer 1 loft van de hitparade, van de meest succesvolle filmen die afgestoten. Ja, ze hebben het geluk dat streamingdiensten niet bestonden. Als streams of de streamingdiensten niet mochten bestaan, dan was het misschien de meest succesvolle Vlaamse film ooit. Het toch wel overdonderende succes van de film uitte zich ook in de uitverkochte Zillion parties die al snel volgden. Van de original concepten zoals Zillion en Zillion Sundays tot de nieuwe concepten als Projects en Illuminati, Frank wist alle parties van Hassel tot Gent uit te verkopen. Zo lijkt dus de geschiedenis zich te herhalen en zou je kunnen stellen dat Frank 20 jaar na datum opnieuw overheerst in het Vlaamse nachtleven. Je zei wel een half jaar geleden van ik ga toch in de anonimiteit verdwijnen, maar dat is niet echt gelukt precies, hè? Ja, dat wordt verkeerd begrepen, hè. Ik persoonlijk wil in de anonimiteit verdwijnen. Natuurlijk, deze interview, dat is al dat kan dus niet, hè. Maar Zillion, ja, dat is een way of life. Zillion is een manier van ontspanning. Zillion is meer dan een discotheek van 20 jaar geleden. Ik zeg het altijd voor mezelf, Zillion was vroeger 1.0. De film is er gekomen, dat gaat eigenlijk over de Zillion 1.0. Vandaag zijn we keihard aan het werken aan Zillion 2.0. We hebben de feesten gehad in Wagenaars, we hebben projects gehad. Zou je niet op een bepaald moment schrik hebben, zo van nu was natuurlijk Zillion weer een hype doordat de film is gereleased en de parties er zijn geweest, maar dat misschien ook stilletjes aan weer uitdooft? Wij zien dat er heel veel retro-parties gebeuren. Er worden ook veel Zillion-parties die eigenlijk niet officieel zijn. Studentenclubs, andere evenementenlocaties die een Zillion-feest organiseren. Maar die spelen allemaal op de old school, die originals, de oude retro. Wij gaan daar toch wel een beetje aan sleutelen. Beetje per beetje, dat we toch binnen een paar jaar nog wel retro gaan spelen. En we gaan dan een nieuw concept lanceren, dat noemt ook Zillion Originals. Dat we gaan zeggen, nu doen we nog een keer echt zoals het vroeger was. Maar we gaan met Zillion wel evolueren. Dat staat een paal boven water. En nu toekomstgericht, hoe zie je het nu zelf? Bijvoorbeeld gaan die Sundays, gaan die nog verder gaan? Ga je Illuminati gaan? Gaat er een tweede versie van komen? Hoe zie je de toekomst? Sundays was een groot succes in Versus. Die gaat terug opnieuw komen. We gaan naar de kuststreken gaan, dat is naar een casino aan de zee. Daar gaat de volgende Sundays doorgaan. Dat blijft als een blijver. Heel selectief, een heel select publiek zal ik zeggen. 21-plussers, mensen zonder gsm, want je mocht niet komen met een smartphone. Dat gaan we doen. Illuminati is nu de eerste keer Sportpleis, dus dat gaat afwachten zijn. Maar dat wordt spectaculair. We gaan daar volledig iets anders brengen dan we gedaan hebben met Projects. Projects gaat in december nog eens opnieuw gebeuren in het buitenland. Dus ik wil nog niet zeggen waar en hoe, maar er komt nog een hele grote Projects in het buitenland. En dan na de zomer gaan we terug naar Antwerpen waarschijnlijk. En dan begin volgend jaar zitten we terug ergens in het Sportpleis misschien. Dus er staat nog wel heel veel te gebeuren.